gaan het hebben over dit mooie kleine ding eigenlijk. Ja. Jouw telefoon, waar jij deze week helemaal zonder smartphone mee leeft. En dat doe je niet alleen, want jij doet een week lang zonder Instagram en Snapchat en Facebook. En je checkt ook niet meer het aantal likes en dat soort dingen. Je gaat ook geen mail meer versturen en je gebruikt ook je agenda niet meer. Je doet mee aan een experiment, een week lang offline. En dat doe je niet helemaal alleen. Het idee is dat we met z'n allen zeg maar, een hele week offline zijn. Dus dat je de data op je mobiele telefoon uitzet. En daardoor kan je eigenlijk alleen maar bellen en sms'en. En het idee is om een beetje af te kicken inderdaad, van de digitale verslaving die we toch stiekem wel allemaal een beetje hebben. Hoe verslaafd bent u zelf? Ja, toch wel een beetje, vrees ik. Het is een mooi voorbeeld is denk ik, vanochtend reed mijn trein niet en toen stond ik op station en wist ik eigenlijk niet meer wat ik moest doen, want ik kon niet op mijn telefoon kijken van wanneer gaat de volgende. En toen dacht ik bij mezelf, ja, er zijn natuurlijk borden, maar die ben je dan helemaal vergeten, omdat je zo gefocust bent op je smartphone en zo gefocust bent op het feit dat alles daarmee moet worden gedaan. Er staan natuurlijk gewoon borden dan op een station. Hoe ben jij hier gekomen, Martijn? Nou, ik van tevoren eventjes opzoeken op 9292 thuis. Van ja, hoe kom ik hier eigenlijk? Maar thuis gebruik je dus wel internet? Niet op de mobiel. Maar dan kom je hier en dat is een bedrijfsterrein van weet ik hoe groot. Ja. En dan denk je, ja, die laatste 500 meter. En hoe ben je dan hier gekomen? Nou ja, jullie hebben zo'n gigantische paal, zo'n zender voor de uitzendmast. Staan. Dus ik dacht, nou, goede kans dat het daarnaast zit. Ja, als een ware padvinder heb je RTV Oost gevonden. Ja. Want het lijkt me toch best wel ingewikkeld. Zijn er andere dingen waar je tegenaan loopt? Sinds dat je deze week... Ik ben zelf van nature erg chaotisch. Dus ik heb een erg nette agenda normaal gesproken. Google Calendar, die waar niet alleen in staat wat ik ga doen, maar ook wanneer ik weg moet, zeg maar. Okay. Dat is toch wel een dingetje wat je mist. Dat doet deze niet. Nee, dat doet die vertelt jou niet wanneer je de deur uit moet gaan. En je kan natuurlijk wel gewoon uitprinten en overnemen. Oh, je hebt ook nog een mooie papieren agenda. Papieren agenda meegenomen, maar deze agenda tikt mij niet op mijn schouder van hey, het is nu tijd om te vertrekken als je op tijd wil aankomen. En dat is toch wel eventjes wennen. En nu je die smartphone de deur uit hebt geflikkerd tijdelijk, heb je nu ineens ook veel meer tijd? Niet per se, want het is niet dat je tijd kan opsparen of zo. Maar je merkt wel in de kleine momentjes dat je niet je aandacht laat afglijden naar iets anders. Bijvoorbeeld in de rij bij de kassa. Oh ja. Dan de eerste twee dagen pakte ik mijn mobiel en dan is niks te vinden. Want mensen gaan je niet bellen of sms'en. Wat doe je dan nu in de rij? Sta je gewoon net een beetje te kijken. Een beetje voor je. Heb je ook het gevoel dat je meer contact maakt met mensen omdat je minder met je hoofd in die smartphone zit? Nou, het geldt natuurlijk niet voor de rest van de rij, want die zit natuurlijk ook wel... Je bent heel eenzaam nu. Ja, eenzaam is een groot woord. Eenzaam in de rij dan. Maar je staat in je eentje in de rij en de rest is de mobiele eenheid die erin zit kijken. Bijzonder experiment. Ja, jullie hebben vast een smartphone. Ja, zeker. Ja, hoe is dat voor jou, Anna? Ben jij een veel gebruiker? Ja, het neemt echt abnormaal toe, vind ik. Ja, je hebt ook kinderen, hè? Ik heb kinderen die doen hetzelfde. Die lopen de hele dag met een iPad of een mobiele telefoon vloggers te kijken op het toilet. Tijdens het boterham smeren, tandenpoetsen. Zelfs op het toilet? Ongelooflijk. Ja. Ja. En dus die doen het de hele dag. Maar ik neem het ook over. Ik vind echt dat ik er te veel op zit. Ja, hoe is dat voor jou? Ja, ik probeer het nog heel erg in goede banen te leiden. Mijn oudste zit in groep 8, dus die heeft net zo'n mobiel. Wat ik doe is heel veel voorlezen, bordspelletjes. Maar ik probeer ook het goede voorbeeld te geven. Ze zitten nu vast te kijken. Ja. Ik geef ook zelf niet altijd het goede voorbeeld. Het is natuurlijk ook razend ingewikkeld. Je wordt bijna gedwongen om mee te doen. Ja. Ja, en zeker vandaag natuurlijk met alle media hype rond ons project. Ja, we zijn met twee collega's, we hebben per persoon twee mobieltjes compleet leeg gebeld en getwitterd en geappt. En eigenlijk denk ik nu, dit paasweekend, misschien moet ik je voorbeeld maar volgen. Gewoon eventjes offline. Ja, aan te raden. Ja, is het aan te raden? Waarom? Wat zijn de pluspunten voor jou? Je neemt meer aandacht en je bedenkt van tevoren wat je gaat doen op een dag. Je raakt je ad hoc kwaliteit om even snel iets te doen, raak je kwijt. Maar daardoor ga je er misschien wel meer over nadenken. Is het ook zo dat je concentratieboog weer langer wordt? Want de meeste mensen, en dat zijn ook onderzoeken naar gedaan, die zeggen door het gebruik van smartphone wordt onze concentratiespannen korter. Mm-hmm. En worden we eigenlijk massaal allemaal ook een stuk dommer, omdat we niet meer in staat zijn om een film uit te kijken, een serie af te kijken, een boek te lezen. Heb je het gevoel dat dat al verandert? Het is maar een week. En onderzoek is meestal dat je na 60 dagen kan je een habit, een gewoonte, kan je ontleren. Dus daar is het een beetje vroeg voor. Maar
ik lees gewoon wel elke ochtend gewoon de krant en ja. Maar dat deed je hiervoor ook al? Dat deed je hiervoor ook al. Ja, precies. Maar is het iets waarvan je zegt van nou, dit bevalt me zo goed, ik wil dit eigenlijk wel vaker gaan doen. Ik wil die 60 dagen wel gaan doen om te kijken of ik mezelf daarin kan trainen en veranderen. Nou, ik wil na dit weekend wel weer mijn data terug. Dat is toch wel? Ja. Maar het is wel iets wat we ik woon in een studentenhuis. Ja. 11 man wonen we op 1 verdieping. En tijdens het avondeten is het gewoon regel, geen smartphone erbij en anders... Maar dat is een regel die jullie niet alleen deze week hebben, nee, maar dat sowieso hebben. Nee, dat hebben we gewoon altijd. Ja. Gewoon, ja. Dat is het moment waarop wij samenkomen. En dan wil je niet aan andere mensen laten zien dat je eigenlijk met je gedachten ergens anders bent. Ja, dat is iets wat steeds gebruikelijker wordt, hè? In vergaderingen, als groepen samen zijn, dat mensen gewoon eventjes op een telefoon kijken of even stilletjes gaan bellen. Het neemt ons leven over misschien, lijkt wel. Hoe zien jullie dat? Nou, we hebben thuis het beleid, mobieltje mag niet mee naar boven. En daarmee zijn we volgens mij ontzettend ouderwets. En ik zie ook echt andere ouders daarmee worstelen. Want kinderen die zeggen, ja, die mag het wel. Maar ik denk, het is zo belangrijk dat je echt je nachtrust hebt. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, ik ben niet zo streng. Nee, ik ben niet zo streng. Het mobieltje gaat gewoon mee naar boven. Nee, maar ik neem hem zelf ook mee. Ik heb hem op mijn nachtkastje aan de lader. Want het is ook je wekker. Het is mijn wekker. Het geluid gaat wel uit. Ik laat me niet afleiden. Maar ik kan gewoon niet meer zonder. Nee. En ik vind het leven er wel echt een stuk op vergemakkelijkt. Maar ik ben heel nieuwsgierig. Als jij normaal een appje wilt versturen, hoe doe je dat dan deze week? Pak je dan de telefoon, bel je dan? Of laat je het moment voorbij gaan? Ik laat vooral veel voorbij gaan. Ja. Ik heb 2 keer wel van web-WhatsApp gebruik gemaakt. Omdat ik ben studentassistent. Dan moet je gewoon even wat regelen. Als je in zo'n groepsgesprek zit, niemand heeft per se verantwoordelijkheid om iedereen op de hoogte te stellen. Want men gaat er vanuit en kan er normaal ook vanuit gaan dat iedereen op de hoogte is. Want iedereen leest het toch zo snel, binnen 5 of 10 minuten. Ja. Bijzonder experiment en voor jou aan te raden voor iedereen om dat eens een keertje uit te proberen. Jazeker. Nou, heel goed. Dankjewel en veel succes nog. Sterkte deze week.